Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. Even als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Hierdoor blijf je namelijk altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Zoals je in de titel hebt gezien, heb ik vandaag een shoplog. En de meest bekeken shoplogs ever van mij, de Shein shoplogs. Ik vind ze geweldig om te maken en jullie vinden ze geweldig om te kijken. Dus als je zin hebt in de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ben je dus nog niet geabonneerd, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Ik zou het heel leuk vinden als je mij support. En te volgen op Instagram, dus @sarahverwoerd. Ik plaats hier heel veel updates over mijn YouTube kanaal. En ja, gewoon een extra reden om me lekker te stalken. Ik ben altijd wel actief op stories en ik ben heel veel live. Dus ik vind het heel leuk om met Instagram ook bezig te zijn. En wat persoonlijke contact met jullie te hebben. Deze video is in samenwerking met Shein, maar jullie kennen mij alsnog, zou ik echt mijn eerlijke mening geven. Als iets niet zit, dan zit het niet. Als iets te groot valt, valt het te groot. Als iets niet zo is als ik het had verwacht, dan zeg ik dat gewoon. Jullie hebben, als je vaker een shoplog van mij hebt gezien, dat ik gewoon eerlijk ben. En ik bedoel, daar hebben jullie ook het meeste aan. Ik heb er niks aan als ik iets ga zitten promoten wat niet goed is. De kwaliteit van Shein is echt niet normaal veel verbeterd. Ik weet nog, een jaar geleden heb ik mijn eerste Shein shoplog geüpload. En als ik de kleding vergelijk met de kleding die ze nu leveren, is er echt een groei in de kwaliteit die ze hebben. Dus dat is heel leuk om te zien. Ik heb ook een kortingscode, dus wil je alvast iets bestellen, gebruik dan zeker mijn kortingscode. Die staat in de beschrijving met alle linkjes, de maten, alles staat erin. Voor de duidelijkheid, ik ben 1,70. Dat willen ook heel veel mensen weten, wat ik natuurlijk snap in verband met de maten. Weet je, we gaan gewoon lekker beginnen. Het is een mega doos. Holy shit. Ik ga eerst even het toneel maken. Dan gaan we de doos openen. Ik ben oprecht vergeten wat er allemaal in zit. Want deze doos ligt al 3 weken in mijn huis. Omdat ik maar niet de tijd vond om een video, om deze video op te nemen. Ik ben echt helemaal vergeten. Ik kreeg ook heel vaak de vraag hoe lang de levertijd was. Deze was, ik denk, 1 à 2 weken. Dus ja, het is natuurlijk mega druk nu in de bezorging. Omdat elke vakwinkel alleen maar kan bezorgen door corona. Dus kan het wat langer duren als normaal. Je betaalt geen douanekosten. Retourneren kan, die vraag krijg ik ook altijd. Je hebt gewoon een Nederlandse site, je kan gewoon met iDeal betalen. Het is allemaal gewoon super goed geregeld. Dus daar hoef je allemaal geen zorgen om te maken. Het eerste item wat ik eruit pak is dit. Ik denk dat dit een soort shirt is of zo. Ja, dit is een shirt. En er staat op baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. Hij ziet er best kort uit, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet meer in welke maat ik het heb besteld, maar dat is in de beschrijving. Oeh, hij ziet er echt heel kort uit. Ik weet niet of ik dat leuk vind. Ik heb de laatste tijd echt een vet rol. Dus ik weet niet of ik het zo leuk vind dat het kort is. Maar ik ga hem even aandoen. Ik denk, jezus, zit er nou een gat? Maar er zit hier zo'n gat waar je dus je duim doorheen kan doen. Maar dat zit dus aan allebei de kanten. Dat je zomaar zo kan. Wel lekker warm nu. Alright, dit is de top. Eigenlijk is de maat wel gewoon goed. Het zit prima. Ik vind hem wel heel leuk. Dit is een beetje aan de losse kant. Maar ik vind het juist wel lekker. Want ik haat kollen die echt je keel helemaal choken. Verder is hij dus wel kort. Hij is echt zo. Hij is wel een beetje los aan de onderkant. Dus je kan hem ook een beetje zo strak in je legging doen. Ja, ik vind hem wel verder heel erg leuk eigenlijk. De maat is wat kort, maar op zich op een hoge legging, sportlegging of een hoge broek kan het prima. Dus ja, ik vind het op zich wel echt een chill topje eigenlijk. Door naar het volgende item. Dat is een blouseje. Maar ik zie dat dit blouseje heel erg verkreukeld is. En dat is natuurlijk logisch, want het heeft heel lang in de verpakking gezeten. Maar ik vind het wel een heel leuk blouseje. En de kwaliteit ziet er echt best wel goed uit nog. Zeg maar, naast de kreukels ziet het er niet heel verkeerd uit. Ja, dit gaat dus echt kut zijn met passen, want het ziet er niet uit als het natuurlijk helemaal verkreukeld is. Maar ja, ik ga nu niet een hele blouse strijken. Weet je, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Dus,
We gaan er even doorheen kijken. We gaan even puur kijken voor de maat. Ik vind het wel een heel leuk blouseje. Oké, de maat vind ik wel echt perfect eigenlijk. Maar ja, een beetje jammer van die kreukels dus. Maar ik vind het wel een heel leuk blouseje gewoon ja, om aan te doen. Maar ja, alleen dus een beetje jammer. Ik zou deze denk ik een beetje zo doen. Van de kreukels. Maar dan kunnen we even op het moment niks anders gaan doen. Ik vind het wel echt gewoon leuk. Je ziet mijzelf altijd heel leuk in die spiegel hiernaast. Iemand zei ook, het lijkt met een andere kleur. Maar dat komt denk ik door dit gele licht. En hiervoor heb ik wit licht. Ja, zo ziet het eruit. Hier is hij best wel diep ingesneden. Maar nee, ik vind het wel echt een leuk blouseje. Leuk, I love blouses. Echt, love it. Oké, het volgende item is een jasje, denk ik. Oh ja. Geweldig. Ik vind dit printje echt zo leuk. Het is een beetje beige bruin kleur. Dus niet echt zwart-wit, maar meer beige bruin. Ja, dit vind ik zo leuk. Ik heb hier dus ook in dit patroon een tasje. En ik heb ook een trui volgens mij erin een beetje zo soort. Oké, ik weet niet of dit echt gaat staan op die blouse. Maar daar gaat het even niet om. Ja, dit vind ik leuk. Ik hou zo erg van jasjes. Gewoon niet normaal. Ja, de knopen vind ik ook heel leuk. Pas niet echt op dit blouseje of zo. Maar heel erg leuk jasje. Ja, dit ga ik echt. Ik weet het niet al dat ik dit veel ga dragen. Want ik vind het zo lekker. Gewoon even zo'n oversized jasje even ergens op te gooien. Dan heb je gewoon een zwart shirt of iets aan. En dan maakt dit het toch nog leuk. Ik ben een fan hiervan. Oké, dan volgende item is een doos. Dus dat betekent waarschijnlijk schoenen. Ik weet dus ook echt niet meer wat voor schoenen ik allemaal heb besteld. Oh ja. Dit is precies wat ik zoek. Een superleuk laarsje. En dit heb dus slangenprint. Oké, we gaan ermee gooien blijkbaar. Nee, maar ik zocht echt een laarsje. Gewoon een zwarte. Die je gewoon even leuk ergens onder aan kan doen. Want ik heb alleen maar witte en iemand gewoon echt met slangenprint. Maar ik zocht gewoon een basic zwarte. Ik heb hem in de maat 39. Ik doe altijd een maat groter op Shein. En dan is het altijd wel goed. Let's try. Ja, perfecte maat. Gewoon alsof het gegoten is. Zo, ze zijn best wel hoog. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, het is gewoon geweldig. Dit is gewoon wat je wil. Ik vind de schoenen trouwens echt vet chill van Shein. Ik heb echt heel veel laarsjes van Shein. Ik doe het ook gewoon echt vaak aan. Het zit gewoon prima. Ik bedoel, je moet ook niet veel te veel van verwachten. Maar ik heb schoenen echt maar op een hele korte periode aan. En dan ben ik ze alweer zat. Dus ja, daarom vind ik dit perfect. Ideaal. Ja, ze zitten nu echt perfecto. Heel erg leuk. Ze lopen ook best prima. Ja, heel erg leuk. Echt, echt love it. Dan het volgende item. Ik zie een panterprint. God, dat dit ook een blouseje is. Oh, nee. Dit is een jurk. Oh my god, wat leuk. Kijk hoe een leuk printje dit is. Geweldig. Helemaal goud. Nou, in ieder geval met gouden details bedoel ik. Ja, dit is leuk. Oh, dit vind ik zo leuk. Echt. Oké, dit jurkje is echt amazing. Ik vind het niet normaal hoe leuk deze is. Dit vind ik echt. Als je lekker bruin bent en dan zo'n lekker jurkje. Dit is toch leuk. Helemaal in het goud. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik sta hier in de plant. Hij is ook gewoon lekker lang. Dus dat is ook chill. Ja. Oeh. Sexy. Ja, dit is heel sexy. Maar wel gewoon vet leuk voor de zomer. Ik weet niet waarom ik dit nu al koop. Op zich kan ik het wel gewoon met hoge laarzen of zo aan. Oké, het volgende item is een blouse, denk ik. Ja, dit is een blouse. Oh, en dit is heel leuk, want dit is getailleerd. Dus dit zit in je middel, zo getailleerd. Dus het is niet zo'n oversized ding, maar het zit nog een beetje een vrouwelijke vorm in.
Oh, dat vind ik echt heel leuk. Kijk, misschien kan je het aan de achterkant beter zien. Heel erg leuk. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ik ga even kijken hoe het staat. Oké, ja, dit is echt... Ja, dit vind ik zo leuk, jongens. Het is echt helemaal iets voor mij. Dit is echt iets wat ik aan zou doen naar vrienden. Of gewoon, ja, dat zou ik gewoon best wel vaak aandoen. Ik ga even kijken hoe het staat als ik een riem omdoe. Ik heb deze riem van de H&M. Even kijken hoor. Nou, hoef je niet eens per se. Maar ja, het staat wel gewoon leuk in principe. Dit is vanaf nu toen denk ik mijn lievelingsitem. Ik vind het zo leuk, maar ik vind het zonder riem ook net zo leuk. Oeh, helemaal leuk. Volgende item dat ik pak is denk ik een witte blazer. Heel benieuwd naar de kwaliteit hiervan. Ja, dit is een witte blazer. Hij ziet er zo uit. Hij is nu een beetje verkreukeld. Het is een lange blazer, by the way, zie ik dus. Ja, dit vind ik ook heel leuk. En op zich voelt het wel als goede kwaliteit. Zit hier ook nog schoudervulling. Het ziet er alleen een beetje cheapy uit omdat het helemaal verkreukeld is. Ik ga deze ook eventjes aan, jongens. Oké, ik heb de blazer aan. Ja, vet, vet leuk ook. Dit vind ik echt heel erg leuk en chic. Ja, alleen hij kan niet dicht. Dan wordt het echt, zeg maar, zo. Dan ziet het niet uit. Daar is hij wel te klein voor. Maar ja, je kan een blazer natuurlijk in principe ook gewoon lekker zo dragen. Het is net zo leuk. En ik ben sowieso niet echt een type die snel zijn blazer dicht doet. Dat is over een jasje. Dat doe ik eigenlijk sowieso nooit. Dus ja, het is wel gewoon een hele leuke blazer. In het wit. Maakt het lekker netjes en chic. Er moet heel veel gestreken worden voordat ik al deze kleding aan kan. Maar ja, dat is natuurlijk logisch als het zo lang in een doos, in een zakje zit verkreukeld. Dus dat heb je. Volgende item dat ik heb zijn ook weer schoenen, denk ik. Dit zijn, ja, deze zitten ook in een doos. Oeh, dit is leuk. Oh my god, jongens. Dit zijn sneakers. Look at these babies. Oh my god. Ja, deze zijn echt vet, vet leuk. Ja, dit wil je toch gewoon. En ze zijn zacht van binnen. Oh, er zit echt gewoon een soort lekker stofje, zacht stofje van binnen. Oh, hè? Het heeft dubbele veters. Nou, ik ga heel even kijken hoe dit aan moet hoor, want... What the fuck? Oeh. Zit er wel klein, zit er wel krap. Misschien zonder sok, want het zit ook wel heel vacht van binnen. Oh, dat zou ik zo jammer vinden. Shit, ze zitten echt wel krap, man. Oh, no. Nou, ik ben dan zo'n eigenwijs die er dan alsnog op gaat lopen. Omdat ik ze zo leuk vind. En dan denk ik, fuck die maat. Oké, kijk. Cute. Ja, dit is echt... Oh, dit vind ik zo leuk. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Dus echt erop lopen ga ik niet. Misschien leuk voor foto's. Maar ze zijn wel echt vet leuk. Dus zeker het kopen waard. Het volgende wat ik eruit pak is dit item. En dit is... Oh, een heel leuk topje. Kijk. Hij is bruin. En dan zit het bij je tieten zo. Hij is wel kort, maar op zich op een high-waisted broek vind ik het wel leuk. Omdat het wel gewoon een best wel lossig topje is. Ik ga hem even aan. Oh my god. Kijk hoe leuk. Hij is dus wel heel kort. Korter als ik had verwacht. Ik heb dus ook nog een hemd eronder. Want ik had geen zin om die uit te doen. In ieder geval, ik besefte pas dat ik dat hemd aan had toen ik die dingen aan was doen. Ja, ik vind het echt een vet leuk topje. Kijk hoe leuk. Nee, ik vind het echt een super leuk topje. Love it. Het volgende item dat ik heb is ook weer een blouse. Maar dit is een zwart blouseje. Nou, hier ga je dus de kreukels wel minder in zien dan bij de ander. Maar ze zitten er zeker in. Kijk maar. ja, een zwart blouseje. Dat is, ja, daar kan je toch eigenlijk gewoon niet fout bij gaan. Dat kan gewoon maar niet fout gaan. Een zwart blouseje is altijd gewoon leuk, vind ik. Oké, het zwarte blouseje. Ja, ook heel leuk, ja. Je kan niet echt heel snel fout gaan met een zwart blouseje. Misschien dit even oprollen, is wel leuk.
ik vind het gewoon ja, chill voor op een dag thuis. Ik wil toch nog een beetje leuk uitzien. Leuk met de gouden sieraden. Woep. Ja, gewoon een leuk zwart blouseje. Ja. Wat kan je ervan maken, meid? Het is gewoon leuk. Alleen moet wel natuurlijk gestreken worden. Maar ja, ik vind het echt lekker nonchi, maar ook chic. Leuk. Leuk, leuk, leuk. De laatste doos die ik zie. Dit zijn ook waarschijnlijk weer shoes. Oh! Dit zijn hakken. En dit zijn hele hoge, leuke hakken. Ik heb zulke soort hakken nog niet. Dus dat vind ik heel leuk. Ik hoop dat ze dus goed gaan zitten. Dus in deze zien er dus weer heel groot uit. Maar dit is ook maat 39. Ik ga het even aan doen. Oké, ik heb ze aan. Het irritant is dat deze dus weer een beetje grote kant zijn. Oké, ze zijn hoog. Oké, dat is echt absurd hoe hoog deze zijn. Kijk. Oké, we gaan het goed laten zien. Dit zijn ze dus. Ze zijn heel hoog, maar ze lopen wel lekker, want ze hebben dus een heel groot plateau. Hier onder de voet. Dus daardoor lijkt het niet alsof je heel hoog loopt. Oké, wacht. Ik denk dat ik hier op zich nog best wel lang op kan lopen, joh. Guys, ik maak oprecht geen grap als ik kan zeggen dat ik hier gewoon goed kan lopen. Het is echt, het loopt zo chill. Maar dat komt dus. En ze zitten eigenlijk ook helemaal niet heel veel te groot als je het zo ziet. Maar dat komt dus omdat je zeg maar, hieronder een heel groot plateau hebt. Dus daardoor is het hoogteverschil valt echt wel mee. Je kan er echt best prima op lopen. Jezus. Je kan er best prima op lopen. Het volgende item is een topje ook. Dit is een heel leuk zwart topje met gepofte mouwtjes. Niet zo heel kort. Eindelijk een keer. Niet een kort topje. Oh ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Ik heb dus die hakken nog aan. Kijk hoe leuk dit is. Ja, ik vind dit echt heel leuk. Hij eindigt hier. Je kan het dus moeilijk zien omdat ik er een hemd onder heb. Maar hij eindigt hier. Heel leuk. Ja, dit vind ik heel leuk. Kijk naar Lady Gaga met die hakken en die... Kijk eens aan, joh. Huts. Nee, maar dit wil ik niet op elkaar aan doen. Maar wel heel erg leuk topje. Ja. Vet leuk. Nu zit ik hier echt beneden. Dan heb ik hier een item. En dit is een... Dit is een legging, denk ik. Ja, dit is een legging. Ik kan niet genoeg leggings hebben. Sportleggings, normale leggings. I love it. Ik vind het zo lekker om te combineren. En deze hebben dus zo ding aan de onderkant. Dit was denk ik niet de bedoeling. Maar dan kan je zomaar je voet doorheen doen. Nou, trouwens. Dit is eigenlijk best wel handig. Want is die legging strak in je laars bijvoorbeeld. Dit is eigenlijk vet chill. Nooit over nagedacht. Oké, het ziet er wel als een goede maat uit. Dus ik ga het even proberen. Nou, deze legging is echt de perfecte maat. Ik kan heerlijk zo lekker stretchen. Kijk, die sok zo. Nou, sok, wat is het nou? Ik weet het ook niet. Ja, het is echt de perfecte maat. Zo zit hij helemaal aangesloten. Heerlijk in bewegen. Ja. Top legging. Ik hou van leggings. Ik kan er niet genoeg hebben. Ik combineer echt bijna alles met een legging. Dus ik vind het heel erg chill. Dan zie ik hier nog een broek. Dit is een bruinige broek. Oh, dit is een broek. Heel benieuwd of dit gaat passen. Dit is een broek en hij heeft een split aan de onderkant. Vet leuk. Ik ga het even passen. Oké, ik pas. Het schijnt een beetje door, of niet? Ja, het schijnt heel erg door de broek. Of niet? In ieder geval, ik heb hem aan. Schijnt hij nou door of word ik helemaal gek? Maar hij is wel een beetje aan de strakke kant. Misschien kan je het hier ook zien. Ja, dit is te strak. Dit ga ik niet aan doen. Dat weet ik nu al van mezelf. Wel een leuke broek. Aan de onderkant heeft hij dus zo een split. Maar nee, dit is echt te klein. Dat voel ik gewoon. Dit zit gewoon niet lekker. Dit kan ik beter aan iemand anders geven die het wel lekker past. Maar dit is maar echt
Nee, dit is te strak. Ik zie dit nog in de doos liggen. Dit zijn slippers. Maar deze zijn wel echt leuk. Ik heb ze in de maat M. Dit vind ik echt leuke slippers. Even kijken of ze pas. Nou, perfect. Oh, wat zacht. Oh, dit zit zo lekker zacht. Dit is... Kijk dan, dat is toch cute. Oké. Okay. Even tussendoor deze leuke slippers. Vet random, maar hele leuke slippers. Dan heb ik hier een glitterjurkje. Deze wilde ik eigenlijk bestellen voor mijn verjaardag. Ik ben 19 maart jarig. Ik dacht, misschien kan ik die aan en een leuke Insta-foto maken of zo. Misschien is het wel een verschrikkelijke jurk. But we will see. Hij ziet er dus zo uit. Oh, wat leuk. Hij heeft zeg maar zo. En dan één mouw. Ja, ik lijk wel gek dat ik nu zo'n jurk koop. Want het is natuurlijk gewoon februari. Maar dit is toch geweldig. Dit is toch gewoon precies wat je wil. Oké, ik ga mijn fitjes al doen. Deze jurk is gewoon perfect. Hij zit perfect. Het eerst van mijn leven dat een jurk niet te kort is. Want hij valt altijd te kort bij mijn billen. Hij heeft hier nog een leuk splitje. Ja, dit is gewoon geweldig. Het is lekker shiny. Dit is echt leuk. Hier ga ik sowieso even een foto mee maken. Voor mijn verjaardag. Oh my god. Dit vind ik echt amazing. Ja, heel leuk. Dit is iets wat ik geweldig vind. En dit mag je op je verjaardag aan, vind ik. Dit vind ik echt heel leuk. Voor het eerst in mijn leven een jurk die ik pas. Die niet te kort is. Ja, vet, vet leuk. Hier ben ik echt heel blij mee. Dit is toch echt goals. Oh my god. Alright, dan ga ik de video weer beëindigen. Ik vond de items echt vet, vet leuk. Ik ben echt heel erg blij. Dus ja, alleen die schoenen die een beetje te klein zijn. Maar verder is eigenlijk niet echt dat ik denk van nou... Verschrikkelijk. Dat vond ik echt niet leuk of zo. Nee, ik ben er eigenlijk over het algemeen heel erg blij mee. Altijd een leuke verrassing als je niet meer echt weet wat erin zit. Ja, wil je dus iets shoppen, vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. En de linkjes in mijn beschrijving. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je video leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Als je de items ook leuk vond. En de video natuurlijk. Jullie houden altijd van mijn in-shop-logs. En ik vind het heel leuk om te maken. Dus dat is lekker 2-in-1. Win, win, win. Ja, vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan. En met supporten. Love the support. Love you guys. Zo erg echt. Jullie zijn echt heel leuk. Dus heel erg bedankt voor alles. En de lieve berichtjes die ik dagelijks krijg. Ik waardeer het echt. Ik zweer het. Ik zweer het. Ik vind het echt... Echt heel leuk allemaal. Nooit gedacht dat ik dit allemaal zou kunnen bereiken. Maar dat is natuurlijk allemaal dankzij jullie. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dus @sarahvervoort. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei doei.